Hoi allemaal en welkom bij weer een nieuwe extra video op de woensdag. Ik ben Karien, Blonde Beauty Fashion. Mocht je me nog niet kennen en me leuk vinden, zou ik het fantastisch vinden als je wilt abonneren op mijn YouTube kanaal Blonde Beauty Fashion. Door hier onderaan op de rode knop te drukken of zo meteen aan het eind van het filmpje, natuurlijk nog beter. Ik ga vandaag een eerste indruk doen, namelijk van dit pakketje. Dit is de Tarte High Performance Naturals Bronze and Glow. Of Glow Girls heet het. De Glow Girls Bronzer & Glow Highlighter Duo. En ik ben gek op Tarte make-up. Is in Nederland een beetje lastig aan te komen. Maar dit heb ik uit Amerika. En dit is zo'n klein setje. En dat vind ik altijd leuk. Het is ook al stiekem gespiekt. Het zit namelijk ook een heel leuk. Nog in een mooi in een verpakkingtje. Eerst even over de achtergrondgeluiden en mijn haar. Mijn haar, ik weet niet wat het is. Ik dacht, het moet even uit mijn gezicht, want dan kan je het beter zien. Maar het zit voor geen meter. Qua achtergrondgeluiden, het kans dat je Sven en Niels hoort. Want die zijn in de woonkamer. Dus dat kan gebeuren. Maar ik wilde het eigenlijk al woensdag opnemen. En dat lukte niet. Waarom lukt het woensdag ook weer niet? Weet ik niet meer. En toen verstreek het weekend ook weer met alleen maar druk. Dus ik dacht, ik ga het nu gewoon doen. Want ik wil heel graag de producten gaan testen. Dus bear with me als je rare geluiden hoort op de achtergrond. Nou, dit zijn ze. Heel schattig en klein. Als eerste de bronzer Hotel Harris heet die. Ik heb hem al even geswatcht zoals je kunt zien, maar ik zal het zo nog een keer doen. Ik heb hem nog niet verder gebruikt. Ik kon me niet inhouden toen ik het kocht. Het is ook een hele mooie bronzy verpakking. En dan als tweede de Exposed Highlighter. En ook die heb ik al een keertje geswatcht. Dus dat ga ik nu in ieder geval als eerste doen. Voor wie mijn eerste indrukvideo's nog niet kent, welkom bij mijn eerste indrukvideo's. Ik vind het altijd wel leuk omdat ik tegenwoordig geen artikelen meer plaats op mijn site. Om dan wel in ieder geval af en toe nog beautyproducten te reviewen. Want ja, daar ligt dus tenslotte mijn hart natuurlijk ontzettend. Dus dan vind ik het wel leuk om een eerste indruk te doen. Zodat je echt kan zien hoe ik reageer op de producten als ik ze voor het eerst gebruik. En nou ja, dat gaan we dus nu ook doen. Ik heb ze nu geswatcht. En ik test ze gewoon. En ja, kijk bijvoorbeeld als er een lipkleur is, dan kom ik later op de dag nog terug. Maar bij dit soort dingen vertel ik gewoon mijn eerste indruk. En of ik ze dan echt forever and ever ga gebruiken, dat zie je dan vaak wel terug in mijn favorieten. Dit zijn ze. Zal ik alvast verklappen. Waar laat ik dit? Ik smeer het gewoon op mijn hand. Dat ik ze dus had geswatcht om even te kijken hoe ik ze vond. Dat vond ik ze al heel mooi. Toen had ik mijn handen gewassen. Toen dacht ik, die bronzer gaat er helemaal niet af. En toen las ik dus dat het een waterproof bronzer is. Dus dat blijkt al te kloppen. Dus dat kan ik alvast zeggen. Verder is Tarte minerale make-up. Zonder parabenen, minerale olie, flataten, triclosan, sodium of SLS zeg maar, gluten en dermatoloos getest. Dus heel fijn spul. Ik heb er oogschaduw van, word ik heel blij van. Nou, dit zijn ze dus. Nou, de glans is al prachtig. En de bronzer ook. Dus ik ga het nu op mijn gezicht testen. Ik heb de rest van mijn make-up al gedaan. Ik heb trouwens een ontstoken oog gezien. Dat is er oogrood. Hoe ik daar dan weer aan kom. Maar we missen nog bronzer, blush en highlighter. Dus dat gaan we nu toevoegen. Ik breng bronzer altijd aan. Zo. Oké, een beetje spreiden. Ik breng bronzer altijd aan met mijn Essence Kabuki. Niet heel gebruikelijk, maar ik vind dat fijn. Nou, hij is in ieder geval heel erg mooi brons. En ik was nog een beetje bang dat hij te oranje was, maar dat valt eigenlijk heel erg mee. Ik brons altijd een beetje op / onder mijn jukbeender. Ik doe altijd een soort brons en shape in één. Want dit bijvoorbeeld is niet echt de plek om te bronzen, maar dat doe ik altijd gewoon een beetje what's left. Doe ik daar nog even. Een beetje op mijn... Dit vind ik wel heel mooi. Ik was een beetje bang dat hij te oranje was. Ook zeg maar als je hem zo ziet. Maar als je hem aanbrengt, is hij heel natuurlijk. Hij brengt ook echt... Nou, je ziet haar gewoon eigenlijk niet dat ik hem op heb. Wauw. Hij is heel zacht. Nou, ik vind het echt heel mooi. Ik ben hier echt blijer mee dan ik had verwacht. Want toen ik voor het eerst zat, dacht ik nog... Oeh. Nou, dit is dus fantastisch, want hij is dus ook nog waterproof. Dus als je dan naar het strand gaat en je denkt, ik ben echt te wit...
for life. En ik heb factor 680 op. Maar ik wil wel iets van kleur. Dan doe je gewoon een beetje dit op. Nou, ik vind dit helemaal fantastisch. Nou, dan gaan we voor de highlighter. Want ik dacht, als ik eerst blush doe, dan kan je misschien de highlighter niet goed zien. Dus ik ga eerst de highlighter aanbrengen. En dat doe ik met deze fan brush van Real Techniques. Ik ben natuurlijk gek op highlighters. Ter info, het is nu 20:15. En om 21:15 gaan wij ontbijten met vrienden van ons. Dus ik ga er super glowy uitzien in ieder geval. Zoals je ziet, super glowy. Maar het is wel, ik weet niet of je het kunt zien, het is echt een beetje een streep. Dus wat ik nu ga doen is mijn blushkwast pakken. En daar zit misschien nog een restje blush op, maar we gaan zo nog blush aanbrengen. En dat ga ik eventjes een beetje beter vervagen. Want zo'n streep glow is niet helemaal wat ik zoek. Maar hij is wel heel, heel mooi glowy. Maar je moet hem inderdaad gewoon echt een beetje goed vervagen. Wil het geen streep zijn. Ik weet niet of je het een beetje kunt zien. Ik heb natuurlijk hier ook een beetje gedaan. En een beetje op mijn neus. Daar zal ik nog een beetje extra toevoegen. Why not? Beetje onder mijn wenkbrauwen nog erbij. Hij is iets glitteriger dan ik had verwacht. Maar hij is wel heel mooi zonnig. Ik ga even blush aanbrengen. Ik breng de Be Creative Makeup blush aan in Precious. Dus een beetje een persiekleurtje. Er zat ook nog een beetje blush op mijn kwast. Dus we gaan niet al te gek doen. Ik word hier wel blij van. Dit het eindresultaat. Ik zal het nog even een beetje van dichtbij ook laten zien. Ja, ik ben eigenlijk heel enthousiast. Vooral de bronzer echt overtreft mijn verwachtingen. Echt prachtig, de Harris bronzer. En de highlighter vind ik ook heel mooi. Maar die... hij is trouwens redelijk goud. Dus let er even op als je daar niet van houdt. Maar ik hou daar wel van. Deze is gewoon heel mooi, denk ik, voor de zomer. Als je hem heel subtiel aan... Ik denk misschien is de fanbrush gewoon niet helemaal geschikt ervoor of zo. Als je hem heel subtiel een beetje aanbrengt en dan blush er overheen. Dan heb je gewoon echt een hele mooie... glow zonder het echt veel, maar zoals je het ziet op mijn neus en op mijn cupido-oogje is het echt prachtig. Ja, ik ben heel enthousiast. Dit is mijn eerste indruk video van dit Tarte duo, het Glow Girls duo. Ik ben aangenaam verrast over beide. Ik weet de prijs niet uit mijn hoofd. Het is ook in dollars, dus zal het even omrekenen. En dan zet ik het hier even beneden nog neer. Maar ja, ik ben enthousiast. Ik hou sowieso van Tarte make-up. Het Tarte Latisse palet is echt mijn all-time fave. Maar goed, dat terzijde. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien, deze eerste indruk. Ik ben ook benieuwd wat jij ervan vindt als je het zo ziet op beeld. Ik hoop dat het met je overkomt. Ik wil je in ieder geval ontzettend bedanken voor het kijken. En ik zie jullie snel. Doeg!